donderdag 2 maart 2023 en achter mij is het Vredespaleis. En wie zijn hier bij elkaar gekomen vandaag? De parlementaire assemblee, de Europese Raad. 60 mensen uit 46 verschillende landen. Maar wie zit hier ook binnen? Minister Weerwind. En Weerwind heeft gelogen over mij en mijn zaak in de Kamervragen van Wiebren van Haga. En daarom zeg ik hier, ze zeggen wel, The Hague is the city of peace and justice. En ze wijzen naar allerlei andere landen waar het allemaal fout gaat en dat de mensenrechten worden met voeten worden betreden. Maar waar het echt gebeurt, dat is hier in Nederland. Want ik ben de klokkenluider van het Scheveningse gevangenisziekenhuis. En naast ons gebouw staat de United Nations Detention Unit. En er wordt gelogen over van alles en nog wat. En ik ben zelfs nu actueel door een corrupte rechter en een corrupte officier van justitie ben ik 2 keer in de gevangenis gezet. In detentiecentrum Rotterdam en in Middelburg. Op basis van valse aangiftes. En die valse aangiftes, ik hoorde pas afgelopen vrijdag in de rechtbank van Breda, die zijn geseponeerd, die valse aangiftes. Maar dat pik ik niet. Die mensen die valse aangiftes tegen mij hebben gedaan, die moeten worden vervolgd. En de hoofdschuldige is inspecteur-generaal Henk Corvinus. En alles begon bij zijn aangifte op 19 april 2021. En dit het Vredespaleis, het slaat helemaal nergens op. En dat die heek, dat city, ik wil het nog hier draaien. Dat city of peace and justice, dat moet van alle borden worden geschrapt. Want het is Sodom en Gomorra. Niet vergeten.